Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn Feyenoord Carrière. Vandaag spelen we thuis tegen AZ. We spelen met ons B-elftal. Dat gaan we even laten zien hier. Drommel op goals, Sint-Juste, Beugelsdijk, Mulder achterin. Op het binnenveld Fosu-Mensah en Vilena. Links Mertens, rechts Oost-Tunali. Op 10 Ødegaard en voorin Jurgensen en Moor. Hallo. Nou, dat is. Ja, verder hoef ik er niet veel. We gaan nu hier ook de opstelling van AZ laten zien. Kan dat? Even checken hoor. Nee, volgens mij niet echt. Ja, boeien. Het is AZ maar. Nee, AZ is best goed. Jullie zien de spelers onderin wel verschijnen. Ik ga nog even checken of ik daar een goede manier voor kan vinden om hun opstelling te laten zien. Als je suggesties hebt, laat het even weten. Hoef ik zelf niet te zoeken. Bij Luivenaard. Nee, dat valt van mij. Ik ben niet zo Luivenaard. Maar goed, als iemand me op weg kan helpen, zou dat natuurlijk wel fijn zijn. Hierzo dan. Jurgensen. Je wilde graag spelen, want je was zo goed in vorm, zei je zelf. Laat maar zien dan. Hier een eerste schot, maar die gaat net mis. Net mis. Jammer mooi. Goed geprobeerd. Beugelsdijkie, die wint dat gewoon. Die heeft nu Champions League ervaring, die Beugelsdijk. Dus die heeft vleugels gekregen, denk ik. Nu dan. Oh, jammer. Lekker Beugelsdijk. Hoog spel, maakt niet uit, jongen. Je hebt de bal. Ja, scheids. Is Beugelsdijk geblesseerd? Hebben ze hem gelijk een trap verkocht? Jongen. Nou, Maresca er maar in dan. Jeugdspeler, een paar jaar geleden, 2 jaar geleden volgens mij, uit de jeugdopleiding gekomen. Deed het altijd aardig, maar ja, zijn rating heeft hij tegen, hè? 60. Maar goed, hij is wel lang. Hij is volgens mij redelijk snel. Onredelijk koppen, dus er was niet zoveel mis mee, maar goed. Ik kan niet alleen met jeugdspelers spelen. Ik had Mulder toen al. Daar was ik al heel blij mee. Jurgensen, waarom ga jij hem nemen? Jij moet gaan koppen daar, jongen. Laat Morm dan nemen, die kan niet koppen. Nou, laten we de camera anders gaan veranderen. Nou, die is niet zo hard, Fosu-Mensah. Die had iets harder gemogen. Kom op. Goed bezig, mooi. Deservedly. There's a good deal of daylight between themselves and second place. Can they hold on to it? Nou, dit is voor de keeper. Oh, de keeper die is niet heel zeker. Die had het toch zo kunnen pakken, mijn inziens. Mulder die struikelt. Ødegaard dan. Naar wie? Inspelen maar. Jurgensen, laat het zien. Oh, heerlijk. Wat een goal, jongens. Heerlijk. Jurgensen, ja, je bent in vorm. Je zei het zelf al, ik wil graag spelen, ik ben in vorm. Nou, laat het zien hoor. Kijk eens even, via de paal. Belandt hij erin. Ah, jammer. Serieus, vrije trap. Wat is dat voor onzin? Bert Rienstra. Zo, Drommel. Lekkere redding, jongen. Die bal had 6 meter naast gegaan. Maakt niet uit. Gaat om het idee. Ødegaard dan. Op zoek naar ruimte. Op zoek naar een vrije man. Dat is Tonali. Wel goed gelopen, jongen. Oh, I can't believe. He's missed it. Missed the target. Missed
Mij scheelt het niet heel veel hoor. Kan het mis hebben. Maar mis is mis, zo is het ook. Oh, waarom loopt hij nou niet door? Ja, Fosu Mensah is ook snel, joh. Strong tackle and the ball's gone out for a throw. Here is Johansson. Was good progress with this attack. Oh. Well, they've wasted that crossing position, haven't they? Easily cleared. Now Martin Odegaard. Kom, nu een goede bal op Mertens. Lekker. Mertens. Oeh, Matt is lekker, jongen. Ja, scheids. Dit is minstens geel. Ja, dit is geen rood. Maar dit is wel geel. Dat wou ik even zeggen. Filena dan. Oei, 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 oei. Niet hard genoeg geschoten. Jammer. Nou, Jurgensen, tweede. Ah! Hoe kan dat nou? Die eerste had hij er al in moeten schieten. Hè? Dan kan hij hem nog koppen en dan kopt hij hem recht in de handen van de keeper. Echt. Wat een gekut zeg. Ook nu niet. Nee, die is voor de keeper. Hé, hey, Hansson. Mijn oude ex. Super reserve keeper. Ex-vijfde keeper of zo. Die staat daar gewoon nog steeds in de goal. Gek dat het niks wordt met AZ. Ja, jongen. Moet hij er niet voor gaan liggen. Die bal toch nooit pakken. Maar, nog steeds maar 1-0 jongens. En dit houdt het wel extra spannend natuurlijk, dit soort balletjes. Maar het is rust. En met een 1-0 voor. Die ging mis. Ja, Heidegaard is alweer moe. Het zal weer eens niet. Echt jongens, als je Heidegaard ooit wil kopen, houd er rekening mee. Je moet hem trainen op stamina en veel ook. Ik train hem bijna elke keer. En het schiet gewoon niet op met die roze. Weer een vrije trap. Op Filena, net was je al dichtbij. Nu, ah shit. Shit. Deze gaat er weer niet in. Nu Martin Odegaard. Nu een goede bal op mooi. Lekker mooi. Nu dan. Nee! Tjongejong. Oh, de vorige wedstrijd ging het zo goed. 5-0. En nu gaan we weer beginnen. Echt. Gaan we weer beginnen met het missen van kansen. Dat bedoel ik dan vooral. Nou, goede voorzet richting Jurgensen. Ah, nee, net niet. Oh, dit is ook niet zo best. It's going to be a throw here. Mertens. On the attack here. How frustrating is this for the other team trying to get the Oh, niet naar hem, jongen. Scheids. Ja, panel. We hebben een panel. Ah, Ronnie Vlaar. Wat doe je nou, jongen? Je bent inmiddels 104, denk ik. Ik heb het allemaal niet meer bij, benen. Jurgensen, ja, laat Jurgensen hem maar nemen ook, hè. Hop. Ja, oh, netjes in het hoekje. Heerlijk. Ik begin het te leren, jongens. Al 2 wedstrijden achter elkaar een penalty gescoord.
Hop. And he showed it there. Really, really cool strike now. Restarting at 2-0. And an hour gone here. Dan zag het, de Jurgen zit toch weer lekker hoor. Oh, nog een. Oeh, jammer, jammer, jammer. Here's Emre Moore. Good clean tackle. Clean tackle. Volgens mij raakt hij de bal amper, maar ik had mis hebben. Oh. Kom op, Driesje. Je moet het doen. Dat durf ik het wel. Geen tegenstander in de buurt. Kom op, Oostenali. Loop er nou, jongen. Echt godsamme, joh. Luie Turk. Goed gedaan, Moor. Jij creëerde de ruimte. Ah, ja. Ødegaard, hè. Oeh, lekker met het. Goede beweging. Nu. Ah, jammer, net geen goede voorzet. Nog, herhaling. Scheids. We gaan eerst Ødegaard verwisselen, want die komt niet eens meer van zijn plek af. Ga die Pond er nog eens een keer inzetten. En wie nog meer? Pereira of zo. Hoppatee. Oh nee, dat mag natuurlijk niet meer. Beugelsdijk, die was al vervangen. Dat was ik even vergeten. Kan ik Beugelsdijk nou vergeten? Mertens, die staat daar gewoon netjes te wachten. Here's the shot. Well, plenty of appeals, but it is a corner via that tackle. Nou, kop hem er eens in, jongens. Jammer. Yeah, I think he wants to have another go at that. Maybe we'll get the chance, I'm not sure. This could be a chance. Nou, Dupont. Oeh, kijk San, nee, dit gebeurt het dus als ik met R1 schiet. Dan heeft de keeper hem altijd. Ik weet niet wat het is, maar ik ben daar niet zo goed in. Ik dacht, ik ga het nu gewoon proberen. Ostunali redt nu wel voor zijn leven. Oei, zo er voorbij. De Groot. Ah, wat een kutschot. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat heb je dan weer met zulke spelers, hè. Nou, Jurgensen. On the attack here. Was toen al, schiet jij me dan in? Ook niet. Weer geen 3-0. Dank je. Kom op, goede bal richting Jurgensen. Ja, dat is jammer, jammer, jammer. Ja, Mulder is er ook misschien niet helemaal de man voor, maar ik moest het proberen. Ik moest het proberen. Hij liep er zo mooi voor. Ja, een beetje een rare bal, maar niks mis mee eigenlijk. Ik wou zeggen, we gaan nu toch niet even ineens raar voetballen of zo, hè? Dat we nog gaan scoren ook. Raar AZ. Het zit erop, het zit erop. 2-0 is op zich niet slecht natuurlijk tegen AZ, hè? Zo is het ook, jongens. Maar we hebben wel weer aardig wat kansen gemist. Maar gisteren dan zei dat het weer beter ging, dan liet ik dat vandaag niet echt zien. Maar goed, 3 punten zijn weer binnen. Dat is het belangrijkste. Op naar een volgend kampioenschap. En op naar de wedstrijd tegen Porto, want morgen moeten we tegen Porto spelen. Kijk maar bovenin. Tegen Porto. Die moeten we winnen. Dan zijn we gewoon door naar de volgende ronde. Ik weet het zeker. Wie zullen we nog eens gaan trainen? Ja,
denk toch weer een beetje de vaste mensen. Ernetje. Mooi maar. Doen we Ødegaard maar weer eens een keer. Waar is die eigenlijk? Daar helemaal. Zo ver afgegleden. En ik zat eraan te denken om dan toch een Mulder misschien eens een keer wat te laten trainen. Hij is wel goed hoor, maar volgens mij kan hij echt veel beter worden. We gaan het zien, we gaan het zien. Komt dat zien, komt dat zien. Nou, valt een beetje tegen. Nou, maakt niet uit. Dat was hem nog niet voor vandaag. We gaan eens even in de e-mailbox kijken. Wat hebben we hier? Persconferentie. Oh ja, Beugelsdijk. Drie maanden eruit. Shit. Graag gedaan, Nicolai. Je bent mijn bijna nummer 1, jongen. Ja, dat was hem dan voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Later.